Hoofdstuk 1. Politiek en staat. Wat is eigenlijk een staat? Een staat is een andere naam voor een land en moet voldoen aan 3 kenmerken. Er moet een grondgebied aanwezig zijn, er moet een bevolking op het grondgebied wonen en er moet een overheid, oftewel een gezag, aanwezig zijn. Even een paar voorbeelden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Antarctica, zie je dat daar een duidelijk grondgebied aanwezig is. Je kunt een gebied op de kaart aanwijzen van, hé, dat is Antarctica. Kijk je naar het tweede kenmerk, een bevolking, nou, dan gaat het al mis, want Antarctica heeft geen eigen bevolking. Hierdoor kun je dus Antarctica geen staat noemen. Kijken we naar Vaticaanstad, dan zien we dat het een eigen grondgebied heeft, een eigen bevolking en een eigen gezag. Vaticaanstad is dus een staat. Wat is politiek eigenlijk? Politiek is het opstellen van regels die te maken hebben met het besturen van een land. En het besturen van het land doe je altijd in het algemeen belang. Dat wil zeggen dat de meeste Nederlanders daar voordeel van hebben. En politici vertegenwoordigen dus de bevolking en nemen voor hen de besluiten. We kennen in Nederland 5 politieke niveaus. Het eerste niveau is de Rijksoverheid, ook wel de landelijke overheid genoemd. Het tweede niveau is de provinciale overheid, de provincie zoals de provincie Overijssel, de provincie Drenthe. Het derde niveau is de lokale overheid, beter bekend als de gemeente, zoals de gemeente Amsterdam en de gemeente Meppel. Het vierde niveau zijn de waterschappen. Zij zorgen voor het waterbeheer in Nederland, dus onderhoud van dijken, kan het regenwater wegstromen enzovoort. Dan is er nog een 5e niveau wat steeds belangrijker wordt. En dat is Europa,